Vandaag willen we weer een stukje actualiteiten met u doornemen. We hebben de afgelopen dagen te maken met heel mooi weer. Prachtig weer zelfs, veel zon, hoge temperatuur. Tot op heden heeft de ontwikkeling van insecten nog bijna stilgestaan gedurende de koude, natte periode. Maar nu zien we dat het wel in een stroomversnelling begint te komen. Met name op het gebied van perenbladvlo gaat het deze week echt aan de hand zijn. We zien nu springers tevoorschijn komen die vervolgens heel veel eitjes afleggen. Op de vroegste percelen zien we zelfs al dat de eitjes richting donker oranje gaan. Waardoor we verwachten dat eind van de week ook de eerste larfjes tevoorschijn beginnen te komen. Dat betekent dat deze week de inzet van Movento of Batavia aan de orde is. In de afgelopen jaren hebben we voor het eerst eigenlijk gewerkt ook met Batavia in plaats van Movento op veel percelen. En toen hebben we wel gezien dat dat niet minder hoeft te werken. De resultaten waren niet minder bij Batavia dan wanneer we Movento hadden ingezet. Het is wel heel belangrijk om te kijken voor uw eigen bedrijf welke mogelijkheden er zijn. Met name op het gebied van drifteisen. Check ook onze website www.ypres.com en daar de online fruitgids. En daar staan alle voorwaarden beschreven en kunt u zo doorklikken naar het etiket van beide middelen. Ook in appel komt het moment om Movento of Batavia in te zetten nu dichterbij. En dan vooral voor de bestrijding van appelbloedlice. We zien de eerste bloedlice beginnen te zwermen. En dat betekent dat we met de vroege inzet van Movento of Batavia daar een hele goede slag in kunnen slaan. Ook zien we de laatste jaren op wat meer appelpercelen komma schildlijst tevoorschijn komen. Ook die beginnen nu te zwermen. Dus ook daar is Movento, Batavia nu het uitgelezen moment voor om in te zetten.